Ik weet niet of we filmen, maar de camera doet een beetje raar. Dus dan moeten we even kijken, dus de instellingen. Maar het is maandagochtend. Tweede week van de vakantie. Yay. Ik ben weer vroeg mijn bed uitgetimmerd. Nou, niet uitgetimmerd, uitgestofzuigd. Nou zeg. Nou ja, volgens mij is Jessie ook nog bij mij gekomen, maar dat weet ik niet zeker. Want ik dacht van, het zal wel meevallen. Of ik droom het. Maar Jessie kwam bij me en die kwam helemaal zo kwispelen. En toen dacht ik van, oké. Maar... Oh, dus ze kwam het wel even vragen. Ja. Oh, God, dus zie. Ik weet niet zeker of dat nou, ja. Waar het om gaat, is dat Jessie de hele huiskamer vol gepoept heeft. En dat hebben we vanmorgen eventjes opgeruimd. Yay. Maar Tess lag nog in haar bed. Dus die werd verstoord door het geluid van de stoomreiniger. Ja. Dat is dus eigenlijk het verhaal. Ja, dat dus. Sorry Jessie, als ik de volgende keer dat ik zie dat je me komt halen, dan doe ik niet alsof ik niet leef. Ja, ik vond het zo raar dat ze bij mij niet geweest is. Tenminste, ze heeft wel even hallo gezegd, maar ze heeft niet gepiept of gedraaid of weet ik veel wat. Oh. Dus nou ja, goed. In ieder geval... Mij wel. Als ze nou een natte neus onder mijn benen had gestoken, dan was ik helemaal wakker geworden en dan was ik met hem naar buiten gegaan. Ja, nou ja, maar nu kwam ze alleen van, hoi! Toen dacht ik, oké, hoi! En toen liep ze weer weg en toen ging ze piepen en toen ging ze... Ik zeg, het giet. It's running. Waar het om gaat is dat we aquatraining met de paarden hebben vandaag. We gaan naar Horses in Hands. Morgan is er ook weer van het paardenkliniek de Raaphorst. Die gaat wel dit keer controleren en kijken of hij op de aquatrainer kan en hoe het verder met hem gaat. Wij hebben inmiddels aquatraining met de auto. Ja, want het giet nogal. We gaan dus nu naar stal, trailer halen, paarden erin stoppen en Sjoel halen. En dan naar Hazelswoude dorp. Ja. We zijn vandaag bij Horses & Hands bij de aquatrainer, samen met Bella en Jules. En natuurlijk jou. Morgan. Bel die komt natuurlijk van Zwitserland en heeft een tijdje wat meer stilgestaan omdat Jules niet zo lekker ging. Want wat had je? Ik had corona en daardoor kreeg ik nog iets aan mijn hart soort van. Oh. Dus het was allemaal niet perfect of zo. Ja. Dus Bella heeft een tijdje wat minder gedaan, is de spieren een beetje kwijtgeraakt en is wat kilootjes aangekomen. En we gaan vandaag kijken hoe we Bella daar op de beste manier mee kunnen helpen met de aquatrainer. En dan wordt ze eerst nagekeken door Morgan. En als alles dan goed is en klopt, dan kan ze op de aquatrainer. Ja. En hoe lang heb je dat al? Bijna 2 jaar. Hoe lang heeft ze in totaal, zeg maar, want hoe lang heb je niet kunnen rijden of niet kunnen trainen? Ongeveer een half jaar. Volgens mij iets korter, maar ongeveer een half jaar. Nou, en ze is verder gewoon attent, de vacht is netjes. Ja, inderdaad is ze wat te dik. Hè? Dus wat, ja. wat je ziet is dat ze langs de manen kwam. Hier heeft ze wat vetafzetting. Ja, dat zie je. En wat heel veel mensen denken is als ze hier veel vet zien, dat ze, dat paard heeft super mooie hals, heel mooi gespierd. Maar dit, wat je hier ziet, is in principe vet langs de manen kwam. Dus dit is niet, dit zijn geen spieren. De spier begint eigenlijk pas hier. Mm-hmm. En dan zie je hier over de ribben, als ik zeg maar over de ribben heen ga, dan moet ik echt een beetje induwen voordat ik bij een rib kom. Dus dat is inderdaad ook een beetje te veel. Ja. Nou is natuurlijk, de Welsh zijn ook vaak wat gevoeliger om al wat te dik te worden. Ja. En hier zie je dan ook nog een randje vet langs een van de huidspieren lopen. Ja. Dus hier echt zo'n rand zitten. Eigenlijk ook wat te weinig ontwikkeling. Dus eigenlijk hier zijn de keelspieren een beetje te zwaar ontwikkeld. En is deze gedeelte wat te weinig ontwikkeld. Ja. Dus is het misschien dat ze ook in het rijden soms een klein beetje dit vastzet. Ja. En wat je dan verder ziet is dat ze de rug eigenlijk een beetje te hol maakt. Ja. En de buikspieren wat te weinig aanspant. Ja. En dan wil ze soms ook een beetje gestrekt gaan staan. Dus de voorbenen wat naar voren en daar de achterbenen. Daar hebben Daan en ik laatst een beetje getraind dat ze haar buikspieren precies, meer gebruikt. Ja. En dat is dus inderdaad, hè, ze moet haar buikspieren wat meer aan. Ga ik even kijken hoe ze hierop reageert. Dat is een klein beetje, kijk, dus eigenlijk wil je hier bijna een beetje naartoe. En nu zie je al het verschil in hoe die beleiding was. Hè. Als ik weer terug ga naar hoe ze uit zichzelf stond, dan zie je dus hier echt best wel een holling. Nou, nu staat ze eigenlijk al beter dan net, maar... Ja. En eigenlijk wil je dat ze dit eigenlijk een beetje als soort van basishouding al heeft. Ja. Dus dat ze de buikspier al wat meer aanspant en dat je dan hier ziet dat je wel een lichte holling, want dat is normaal, maar niet dat het zo helemaal wegzakt. Ja. Dus dat ze inderdaad
een stukje aanspanning van de buikspieren. Deels kun je dat natuurlijk in de actin mooi trainen, maar dan kun je ook, ja. Hè, wat ik nu net deed, is dat ik mijn nagels een klein beetje in de bilspieren duw. Ja. En dan vraag ik er eigenlijk een beetje om de rug op te bollen en de buikspieren aan te spannen. Dus dit is ook een oefening die je thuis ook kan doen. Okay. Een andere oefening die je ook kan gebruiken, even kijken of ze dat oké vindt, is hier tussen de voorbenen op de plek van de single. Kun je zeg maar ook, hè, dan neemt ze de schof mee omhoog. Dus dat zijn oefeningen buiten AK-training die je thuis ook nog kan doen om eventjes te helpen met een stukje buikspieraanspanning. Ja. Oh, je hebt een groot hondje. Ja. Hoe heet die? Milo. Zij doet eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van Blondie. Dus zij zet eigenlijk linksachter, en ze is sowieso heel smal achter. En dan zet ze linksachter eigenlijk meer in het spoor richting rechts voor. Easy. Moet je, Moppie? Je bent er. Je bent er. Je bent er. Je bent er. Maar naar voren. Nog een pasje. Deze kan jij ook. Ja, goed zo. Ik heb haar nu eigenlijk geen sedatie gegeven, omdat ze eigenlijk zo relaxed oogt. Dat het uit, denk ik. Goed zo, wijfie. Goed gedaan, goed zo. Knap hoor. Goed zo. Ja, komt het water al. Goed zo. Ja. Ik weet het. Grappig. Op de loopband. Kom maar. Ja, je moet wel blijven lopen. Goed zo. Ja, ze deed echt super netjes. Je kan wel echt zien dat ze de band al, dat ze dat al een beetje snapt. Ja. Ze vond het een beetje gek dat er ineens water bij kwam. Maar ze bleef eigenlijk heel netjes lopen. In het begin zag je nog niet de touwen wijten. In het begin zag je nog dat ze een klein beetje de hals wat hoog had. Maar later ging ze ook steeds meer de hals mooi laten zakken. Ja. En dan konden we ook steeds mooier recht laten lopen. Ja. En aan het eind werd ze al wel een klein beetje moe, maar dat is ook logisch. Omdat sowieso voor alle paarden is het vermoeiend. En natuurlijk omdat ze al een tijdje niet zo heel intensief getraind heeft. Ja. Dus het deed echt super netjes. En wat bij haar eigenlijk met name de focus is, is dat ze haar hals mooi laat vallen. Ja. En dat ze in de rug wat meer omhoog komt. Want ze wil eigenlijk uit zichzelf een beetje haar hals hoog houden en de rug wat wegdrukken. Dus dat is eigenlijk met name het doel waar we aan werken. Dat dus die buikspieren aanspannen en dat ze de rug omhoog brengt. Ja. Nou, top. Mag ze mee naar huis? Na Blondie haar wenweekje drie keer achter elkaar op de aquatrainer is ze nu voor de derde keer is ze weer op de aquatrainer. Ze stapt erop en ze ging al meteen lopen van gaat hij nog bewegen? Dus ze heeft er heel veel zin in al. Het water gaat ook meteen al wat hoger omdat Blondie natuurlijk al wat meer gewend is. En ze heeft ook kontspieren erbij. Dus dat was ook ineens heel gek dat de voeder er komt en ik voedde zo'n bolletje met spieren. Dus dat was ook wel heel erg grappig. En Blondie gaat vandaag 25 minuutjes, net zoals normaal. Ik heb alle spullen gepakt. Ik heb mijn witte t-shirt en witte broek aan. Want ik heb vandaag een wedstrijd. Ik heb volgende week zaterdag de regio. Dus... Aanstaande zaterdag heb ik de regio. Ik denk dat de ganzen het niet zo leuk vinden. Doe maar niet, ganzen vinden het niet leuk.
het is. En zeker omdat we natuurlijk zaterdag naar de regio gaan, hè, is het even belangrijk dat we nu consequent zijn. En het mooiste is dat het nu fout gaat. Dat is moeilijk om in je hoofd te snappen. Maar als het nu fout is, hebben we werk om te verbeteren wat zaterdag dan niet meer fout hoeft te gaan. Als nu alles goed zou gaan en we dus eigenlijk alleen maar gaan rijden van, oh ja, alles gaat goed. Nou, groot voet, oh, gaat ook goed. Of een handval gaat ook goed. Dan weet ik zeker dat we eigenlijk niet consequent genoeg zijn geweest tot zaterdag. En dat dan zaterdag dingetjes mis zouden gaan. Snap je? Ja. Goed zo. Oké, pak hem zo weer op. Doen we nog even de rechtergalop. Zo, vanuit je schouder en je elleboog je arm los. En zorg dat je gewoon contact hebt. Niet zozeer dat je hoeft te friemelen of te spelen of te doen. Zo, je hebt gewoon contact en daar drijf je met je been naartoe. Zo, met je been naar je hand toe. Zo, ja. Let op dat je hand niet te veel naar je knie wil duwen. Dit is mooi. Kijk, wat wel scheelt is dat we net eventjes gewoon de discussie hebben gehad. En dat dit een stuk beter is, hè? Ja. Zo, nou, dan komt de volgende stap. Dan willen we hierin een beetje schakelen. Want dit is te langzaam. Zo, dan zit er geen energie meer in. Zo, ja. En jij maakt je druk. Niet zozeer dat hij los blijft, maar dat je verbinding houdt. Ja, steeds tegen haar zeggen. Dat achterbeen naar voren. En dan gaan we langzamer draven. Maar dan willen we dezelfde energie houden. Dus dan gaan we het hebben over een stukje verzamelen. Verzamelen betekent een langzamer tempo met veel energie. Dus iedere keer in de middendraf wek je de energie op. Dan ga je ietsje terug. Maar toch hou je met je been diezelfde energie. Dat het achterbeen op dezelfde manier blijft bewegen als in die voorwaartse draf. Goed zo. Ja, maak het voor elkaar. Neem een beslissing. Goed. Niet te veel heen en weer. Gewoon verbinding houden. Zo, ja. Daar, weer kijken of je naar een stukje middendraf kan. Goed. Ja, en weer terug. En weer terug. Maar met je been eraan, dat je dus niet terugrijdt en sloom wordt. Maar dat je nu voelt dat je meteen weer middendraf kan. Goed, en dan weer terug, en weer terug, en weer terug. Maar hou je been eraan. Hou je been eraan. En weer naar voren. Goed, let op, ik vind het neusje te onrustig. Dus ergens hou jij iets in je lijf vast, waardoor je hand ietsje beweegt. En dan rij je weer terug, langzamer licht rijden. Maar hou de bovenkant van je kuit aangesloten. Dat je hier een keer tegen haar zegt, hey vriendin, nu ook die achterbenen gebruiken. Kom, nu ook die achterbenen gebruiken. Kom maar. Nu, ja, goed zo. En het is niet erg als het niet altijd fantastisch gaat, hè? Want als we een keer een dag hebben dat we een beetje extra wat hebben om aan te werken, daar worden we allebei weer beter van. Goed zo. Lekker gereden. Hartstikke goed. Dank voor de les. Morgen heb je wedstrijd, hè? Ja. Oké. Ook morgen in je losrijden. Je gaat instappen. Je kijkt even lekker de bak door. En je wil niet zozeer van voor los friemelen, maar gewoon zeggen, dit zijn mijn teugels, hier zijn mijn achterbenen. En daar gaan we het mee doen vandaag. Goed zo. Want anders dan ben je te veel aan het spelen, gebeurt er achter niet zoveel en loopt ze voor net in een kort knikje. Dus dan moet je ook goed opletten als je iets in wil spelen van voor, dat het altijd een beetje van achter opgewekt wordt. Goed zo, en doe maar lekker veel afwisselen, teugels op maat, hals trekken, teugels op maat, dat je een beetje meer lengte erin krijgt. En ook morgen gewoon, al heb je niet gegaloppeerd in je losrijden, maar wel het doorzitten geoefend. Goed zo, want dat is zonde, want anders dan ga je doorzitten, dan verspant zij de rug en dan komt 9 van de 10 keer de verkeerde galop. En op het moment dat jij zit, zij ontspant, dan kun je de hulp geven voor de goede galop. Goedemorgen, middagavond. Het is vandaag woensdag, denk ik. Ja, woensdag. En nu samen met Verwunnen. Kom. Ik ben er even aan het mangeren. Oh, er gaat hier iets fout. Ho. Oh. Vana stelt haar hoofd naar buiten, dus ik moet even... Oh! Kijk nou hoe cool! Nou kan ik ondertussen doorgaan, maar... hoe heet dat? Ik heb de afgelopen tijd niet zoveel gefilmd om... geen idee ofzo, maar ik moet daar wel echt weer even op gaan letten. Ik heb vanmorgen ook niet gefilmd, want... ja, dat had even wat redenen. Dus sorry ook daarvoor. Ik heb net les gehad met Blondie. Dat ging eigenlijk wel oké. Het ging niet zoals altijd, maar... ik heb zaterdag regio, morgen heb ik wedstrijd. Morgen ga ik Daan helpen, vrijdag ga ik Daan helpen, volgende week. Ja, al moeilijk lastig. Ik heb wel heel veel zin in de regio, ik vind het wel best spannend.
Want het is natuurlijk de eerste keer dat ik zo'n wedstrijd doe. En ja. Ja, dat. Goedemorgen. Oh, dank nog een strootje voor. Hier samen met Blondie. Het is vandaag vrijdag, laatste dag van de week. Morgen hebben Blondie en ik regio-kampioenschappen. Vandaag nog even lessen. Ik ben Daan even aan het helpen met de paarden, maar Daan is footsie. Dus toen ben ik maar naar Blondie gegaan en toen dit assemblen. Kijk, ik heb eigenlijk dat je zo, kijk, kan je heel... Die wil ze niet. Ze wil niet in mijn armen hangen. Nou ja, ik ga nog even verder met knuffelen. Ksk. Zo ietsje rechter houden. Ja, en dan doe je teugel ietsje korter. Niet zozeer omdat ze in haar hals korter moet, maar omdat jouw hand iets dichter bij haar mond mag komen. Stapverruimen en drafruimen ging wel goed. Alleen de jury zegt dat het wat meer mag. Ja, is altijd. Maar daar is natuurlijk op. Voor haar is het dan al een stuk beter. Ja. Maar een jury wil meer zien. Ja. Volgens mij met halstrekken moet het nog wat meer. Maar dat kwam meer dat ik heel veel spanning had, waardoor ze minder snel of minder goed zakte. Ik had wel al voor die volte het iets langer gedaan, waardoor ze sneller omlaag ging. Ja. Maar het was nog steeds niet genoeg. Nee, precies. En dan aandraven moeten we misschien even oefenen. Ja, overgangen. Dat ze mooi recht blijft, doen we dat straks even naar de spiegel toe. Ja, en de overgangen naar galop doet ze soms wat merrie-achtig. Ik snap wat je bedoelt, maar misschien het verkeerde woord. Ja, hoe zeg je dat? Nou ja, ik ben op dat moment gestrest, waardoor ik helemaal vast sta in mijn lijf. Ja. Je krijgt een beetje spanning, waardoor ze aanspringt in plaats van de overgang maakt. Ja. Goed zo, dit is heel mooi zo. Maar we willen hem het liefst in de training toch nog ietsje zakken. Achterbeen naar voren. Alles wat je van voor, zeg maar, richting aan wil wijzen, moet een beetje komen vanuit de achterbenen. Zo, ja. Daar. Let heel goed op dat je hand niet te veel op je zadel en je bovenbeen zit. Zo, ja. Dus maak je teugels dan korter en zorg dat je hand iets dichter bij de mond komt. Zo, ja. Achterbeen naar voren. Alles wat je in wil spelen, in wil vragen, richting aan wil geven, begint vanuit een achterbeen. Zo, ja. Daar. Ze mag nog meer, nu ook al, die hals naar beneden laten zakken. Ja, en alles wat ze een keer op je hand een keertje strak wordt, alles gebeurt vanuit het achterbeen. Alles corrigeer je en geef je aan vanuit de reactie achter. Het mooiste is als je dan die hulp geeft, dat je een beetje die hulp geeft met het idee, ik rijd achterbeen naar voren. Dus dat je niet te veel, het kan wel eens zijn, en dat heb ik zelf ook, dat je dan hier zit, een beetje op de voorbenen, en dat je gas geeft, en dat eigenlijk alleen de voorbenen harder gaan. Ja. Dus probeer echt iedere keer als je been geeft, een beetje het gevoel te hebben, ik rijd de achterbenen naar voren. Zo, recht houden. Daar. Zo. Tussen de R en de M ga je naar de stap. En dan ga je bij C afwenden. En dan ga je, als je jezelf in de spiegel ziet, ga je aandraven. En ik ga precies op de AC-lijn staan. Dus jij moet zorgen dat of ik precies boven je ben, of je over mij heen rijdt. Dus bij C afwenden en dan meteen aandraven? Nee, C afwenden. Eigenlijk net alsof je AXC moet binnenkomen en tussen X en G ga je naar draf. Ja. Maar dat is dan nu tussen X en D. Goed, hou recht. Ik ga precies op de AC-lijn staan. Ja, dus als je mij ziet, dan is het fout. Tenzij ik precies boven je ben. Als ruiter heel goed het verschil invoelen. Ja, en ze mag nog weer zakken. Ze mag nog weer lager. Goed zo. Daar, daar. Zakken, zakken, zakken. Hij is nog veel te hoog. Zo. Met je kuit. Zo. Goed. En nog meer zakken. Nog meer zakken. Nog meer zakken. Morgen ga je ook zo losrijden. Ja. In het losrijden ga je echt even... Niet dat je boos bent of lelijk moet zijn,
Maar wel even heel erg duidelijk. Dan kan het in je proef altijd meevallen. Ja. Maar als ze met losse rijden te veel denken, oh jee, wat gaat er gebeuren? Hoe dan gaat het altijd mis? Ja. Dus hij gaat morgen zitten, hij mag even kijken, daarna moet hij eraan, overgangen aan je been. Goed zo. Het is inmiddels een tijdje later en wij zijn onderweg naar de sportschool. We hebben onze sportoutfitjes aan. Ik was vergeten af te sluiten, dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal en zie ik jullie heel graag de volgende keer.